Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog, jongens. Een nieuwe vlog vanuit Tsjechië. Je wil altijd Polen zeggen, waarom weet ik niet, maar de meeste trips die we maken zijn naar Polen. We gaan zo meteen naar de markt toe en natuurlijk ook weer afsteken. Gewoon echt altijd wat we doen. Gewoon de markt op, afsteken, weer naar de markt en dat soort dingen. Dat gaan jullie allemaal zien in deze vlog. In de vorige vlog hebben jullie kunnen zien wat voor gezeik we hadden met het hotel. Het was heel moeilijk om hier te komen. Het was via een achteraf weggetje, via echt omhoog en met kiezelstenen ertussen en zo. Die auto die redde dat niet eens en toen kwam die kerel met een quad ons halen. Dus mocht je dat nog niet gezien hebben, check even de vlog van vorige week. Ik zeg je eerlijk, het appartement hier is best wel goed. We hebben heel veel ruimte. Daar ligt iemand opgebaard. En daar heb je een heel mooi uitzicht, zal ik zo meteen even laten zien. Want er ligt gewoon ijs hier 's ochtends. Het is super koud. Maar we gaan zo meteen even richting de markt gelijk even eten halen en zo. Want ja, dit is een soort van pension of zo. Pension, hoe heet dat? Pension toch? Ja, dit is een soort van hotelpension en daar ja, hebben ze dus geen eten. Dus we gaan zo naar de markt. Maar eerst laat ik jullie even het uitzicht zien. We worden wakker, we zien gewoon ijs hier liggen. Hebben we bij ons nog niet echt gehad in Nederland. Maar ja man, het ziet er koud uit hier, gek. Daarachter zie je Thomas Bergen. Oh, moet je kijken, Des, Jeroen van de Boom hier. Shit, het is wel echt fris, man. Hekje open. Huh? Dit is dus het pension waar we zitten. Kijk het uitzicht ook. Ja, ziek hoor. Serieus, gelukkig heb jij Google Maps. Ja. Hier gingen we gisteren verkeerd. Ja, klopt. Gingen we hier naartoe of zo. Ja. Je hoort al hoe we rijden, het is niet normaal. Allemaal kiezelsteentjes. Dus we raden jullie niet aan. Mochten jullie ook een trip maken of zo, je moet echt goed kijken naar wat voor hotel je kiest. Want we rijden hier echt, jongen, door de gekke bergen. Ja, het is misschien wel mooi, maar je hebt er niet veel aan. Hier moet je kijken, jongens, wat voor smalle weggetjes. Illegale weggetjes om daar boven te komen bij dat pension. Ja, je komt er wel, alleen ja, als je één verkeerde route pakt. Zit je gelijk op kiezelstenen en weet ik veel wat. Ja man. Hier, check. Ah, dat uitzicht is blijft wel vet, hè. Kijk dat ravijn, gek. Niet normaal gek, hè? Ja. Ziek. We komen dus gelijk beneden hier aan op de markt. Kijk maar, hier links staan ze al. Met alles te verkopen en shit. Maar wij moeten naar rechts. Als het goed is, had je daar een parkeerplaats. Met Ruben ja. Kan ik dat nog herinneren. Niet normaal. Dat is ook wel vet, hè. Ja, hier moet je corona betalen. Open. Dus ik hoop dat die ons voor een eurotje of zo laat staan, man. Hier. Nou. Het is ongelooflijk, jongens. We hebben dus eten gehaald in de supermarkt van net. En deze jonge kerel heeft gewoon een eitje gebakken. Maar kwam... Heb je een bordje voor iedereen? Maak toch maar je eieren, jongen. Lijp. Ik kan niet zo goed in, man. Doe alles in één keer. Ja, is goed. Dus we kunnen even goed tegenaan. Oh, een beetje olijfolie. Nee, niet veel. En al het ijs is weg, jongens. Het is gaan dooien. Wat? Even lekker eten. Nou, we gaan even alle eieren er even in. Koken met Desley. Zo, jongens. Mommetjes. Gehaald. Danken. Danken. Zo, dat was het eerste succesvolle beeld. Dat zij iets achter dat ding haalden. Ja, heb je gefilmd? Ja, alles, hoe ze hem weghaalden. Achter een pak koffiebonen. Ja, daar lagen een cobra's. Die zie ik hier. Moet je nog 2 euro voor parkeren? Ja, heb ik ook nog hoor, cash. Dit is dus die markt, jongens. Jullie hebben het net kunnen zien. Hoe lijp is het bij dat tentje. We gaan even de koffiebonen worden weggehaald. Ligt er even een pak cobra 11 of zo. Dat is 3. Ja, I know. Welk effect is het dan? Ja, wat voor effect en wat voor merk is het? Classic? Dat is effect. Titanium salut? Ze verkopen alles hier. En we gaan nog even wat vuurwerk halen voordat we dus weer verder gaan stoken. Hier hebben we bijvoorbeeld ook wat knallers liggen. En ik ga even kijken waar die gasten zijn. Want we hebben echt elkaar gesplitst hier op de markt. Zodat we even wat knallers kunnen halen die we nog niet hebben.
En dan kunnen we dadelijk even stoken. En dan gaan we ook nog naar die andere markt. Had het net nog niet verteld, maar we gaan dus naar een nieuwe markt. Een Dragon Markt of zo heet die. En daar gaan we even kijken, want het schijnt zo te zijn als je een beetje de Duitse... Oh, hier zijn ze, joh. Waar zijn ze? Dat is voor maat. Kleiner. Het schijnt dus te zijn, jongens, dat bij die markt waar we zo meteen heen gaan, daar ligt al het vuurwerk gewoon zo opgestapeld. Waaronder de cakes. Dus we moeten dat nog maar even zien. En dan kunnen we dat even gaan halen. Zoek even naar een goede spot. Hier onder andere hebben we die dumbum nog, die kaars. Wat die doet weten we niet. Want we kunnen geen Tsjechisch. Maar dan gaan we even bekijken. Maar we lopen nu even naar een goede spot. Dus zoals ik al zei. Oh ja, dat is die weg. Je wil hier stoken? Ja, man. Ik zou nog iets verder gaan, man. Ja, ik vind het ook een goeie, hoor. Ja, of nog net even wat dieper. Even kijken wat hier om de hoek is, toch? Hetzelfde als hier. Nee. Ja, want dat schijnt wel de zon. Ja, dat is lekker, man. Ik zal dan hier staan. Ik zeg iets verder. Nee, man. Hier is perfect, man. Ja, gaan we hier doen? Oké. Stoken! Zo! Wie waren lijp? Gorilla, hè? Ja. Die rook gaat wel lekker snel weg, man. Die is niet zo hard. Zo, je hebt er niet zoveel meer, man. Stook maar door. Zo, je hoorde echt het verschil. Oh, joh. Kijk uit! Jongen. Nog één. Andere kant op, hè? Ja, dat was mijn bedoeling dan. Ja, nou. Hij gleed zeker uit je hand of zo. Heerlijk. Dumbum shockies, jongens. Van Klaasek. Drie naast elkaar. Zo, die moet niet omvallen, man. Zo. Zo. Zitten ze goed vast? Mooi, joh. Zo. Ja, jongens, we zijn op dit moment aangekomen bij de Asia Dragon Bazaar. Jullie zien het hier al achter mij. Er is, als het goed is, al een volledige video online gekomen van deze markt. Maar we laten jullie toch ook nog even exclusieve beelden zien in deze vlog. Het is een super grote markt als ik hem zo zie. Heel veel auto's die hier geparkeerd staan. Niet normaal, moet je kijken, gek. Kijk hoe groot die pijlen zijn. Holy shit, gast. Maar die Shellbuizen ook, hè. Ja, jongens, we zijn hier dus nu bij een vuurwerkzaakje. Moet je kijken hoeveel hier staat. XXL battery. Doet me een beetje aan Martin denken, man, dit. Ja. Nitraten hebben we trouwens ook. Hier Tiger Boom en Dragon Boom. Zo. Wat is het verschil dan? Sowieso inhoud. Niet normaal, man. Hier zo. 3,5 gram per stuk. Nog een vlinder. Dragon Boom. Het zijn rookbommen, man. Tussen het speelgoed. Ga je hier zo door. Door de knuffels. Ja. Ook bij deze markt, winkel, heb je dus heel veel vuurwerk. Zoals jullie zien. Hij zet ook nog even dat grote ding klaar. Dat zijn die nieuwe Nova Cobra's van Klaasek, volgens mij. Ja, man. Hier is gewoon mijn onderarm. Ziek, hè? Ja, wat de fuck. Echt lijp. Zo, kijk dan wat iedereen aan het doen is. Die even... Hey, deze gast is lijp, hoor. Kijk, holy shit. Wat is dat dan, joh? Wat? Ieder. Hey. Stop. Ja, dat. Hoeveel inch is dat? Cylindrical shell, sunflower. Ja, hoeveel inch? 6. Zo. Is die harder? Ja. Wil je deze doen? Ja, man. Dat is die grote. Sizzling. Verder. Ja, ik weet niet.
goede knallers, man. Niet normaal. Stooksessie. Zij hebben wel goede knallers, hè? Hallo. Hallo, Bundespolizei. Ja? Personen- und Fahrzeugkontrolle. Einmal bitte Führerschein und Ausweis. Von allen. Von allemal? Okay, von allemal. Ja, doch. Ongelooflijk, hebben we hier zo nog een controle, jongens. Ja. Hebben we toch weer een avontuur meegemaakt. Oké, okay, goeie. Niet per se hun te filmen, hoor. Nee, doe het ook niet. Maar straks als we weg zijn. Grenscontrole. Ciao. Ongelooflijk. We vragen altijd om grenscontroles. Rijden we via deze markt terug naar Nederland? Wat denk je? Ik poepte hem wel, want voor hetzelfde geld heb je ergens toch één nitraatje liggen of zo, toch? Ja, maar dan lul je jezelf er dan uit, of van ja, weet je. Ja. Ja, klopt. Maar goed, alsnog zou je een boete krijgen en problemen. Ja, denk je? Ja, alsnog zou je problemen krijgen en boetes, man. Sowieso. Maar ik was bang dat ze bijvoorbeeld zouden zeggen, wat doen jullie met de camera's of zo, weet je. Ja. Maar ja, alles was goed. Maar we hebben wel weer een avontuur meegemaakt, man. Moesten fouilleren en zo. Ik zweer, ik ben altijd met Jordi, gaan we naar Polen en dan zeggen we echt, het zou lauw zijn als we grenscontrole hebben, man. En precies hier, die man die staat zo, ja, naar rechts, moesten we de auto uit. Maar gelukkig hadden we niks raars, dat doen we dus nooit. Ook hier is het bewijs weer, we nemen nooit vuurwerk mee over de grens. We laten alles daar waar het verkocht wordt. Maar ik krijg de shit, ik moest naar de rechts, man. Alleen ik krijg de indruk dat ze hier echt specifiek zoeken naar wapens, man. Ja, zo, van die markt. Ja, klopt. Ja, niet naar vuurwerk. Die, van mochten jullie toch denken van we gaan die trip maken. Je ziet het, er wordt wel degelijk af en toe gecontroleerd. En had je net bepaalde routes toch? En had je toch net een paar blokken of zo bij je, weet je. Je wordt ook gefouilleerd, dus. We zijn nu onderweg in de auto richting Nederland. De zon begint al onder te gaan. Toch? Ja. Nou, na de grenspolitie hebben we nu onze hartslag weer in orde gebracht. Door middel van chips met uien en knoflook. We zijn nu onderweg, jongens. Het is nog een kleine 5,5 uur rijden. Een grote 5,5 uur. En dan komen we aan in het beloofde land. Waar ze weer moeilijk doen om een knetterlid. Ze zijn even een intro muziekje aan het produceren hier. Ik heb er de ballen verstand van. Reverbje. Mm-hmm. Maar er wordt een mooi muziekje gecreëerd. Binnenkort te zien. Nee, niet. De lat ligt hoog. We zijn op dit moment weer in Nederland. Na een hele lange rit door het donker dit keer. Want we zijn na de grenscontrole zijn we direct doorgereden naar Nederland. Jullie hebben het net nog kunnen zien. Daarmee komt er ook een einde aan de Tsjechië vlogs, jongens. Er komen nog stookvideo's aan. Maar ik hoop dat jullie het in ieder geval twee leuke vlogs vonden. Als je die van vorige keer nog niet hebt gezien, moet je hem zeker nog even kijken. We maken weer de gekste dingen mee. Bedankt in ieder geval voor het kijken allemaal, jongens. Oud en nieuw komt er echt aan. Vergeet die like niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En volg ons ook even op Instagram, @PirateTeamDelft. Want straks met de verkoopdagen en zo, dan zullen jullie daar als eerste update zien van waar we zijn. We gaan vaker live op Insta, dus dat wordt heel vet. Gelukkig hadden we geen vuurwerk tijdens de controle bij ons. Stel je voor dat er nog ergens een nitraatje lag. Zo. Dan waren we ver weg van huis nu. Kan het zeggen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Hoi!